Wat moest ik net zeggen? Wat je net zei, want we zijn er nu in Gouda bij Strips op de Markt. En we zouden een podcast opnemen, maar dat gaat niet door, want Robin is ziek. Robin is ziek, die heeft zich net, terwijl we in de auto zaten, ik vanuit Groningen, jij vanuit Amsterdam, kregen we een berichtje dat Robin potsmisselijk is, zoiets. Maar wij zijn er, want Gouda is toch wel de plaats waar je moet zijn. Kijk naar het mooie, prachtige plein waar we ons bevinden. Hier is er ook! Yay! Gouda, de markt. Oké, okay, wat gaan we wel doen? Nou ja, en we hadden eigenlijk een soort in-between afspraak ook met Betje. Betje! Oftewel Lisbeth Ton. Lisbeth Ton uit de Tina, bekend uit de Maak. Niet alleen maar uit de Tina, maar dat is wel, Betje mag ze daar allemaal zelf verklappen. Maar als een soort introductie. Zij is echt gigantisch groot op het gebied van kaarten. Greetscard. Ik kende Betje eigenlijk al 10 jaar geleden. Mijn vrouw had een boekwinkeltje en daar verkochten wij kaarten. En de best verkochte kaarten, werkelijk waar, dat waren de kaarten altijd van jou, Betje. Dat had je me nooit verteld. Nou ja, hier. Nou. Hoe voel je je nu? Vervuld met trots. Hoe voel je je überhaupt hier om in Gouda te zijn? Want Gouda, daar vertelde je net, heb je 10 jaar gewoond. Ja, klopt. Ja. Het is nog hetzelfde. Zo opmerkelijk, ja. En wij, daar ja. Dan heb je het over je man en je... En 3 kinderen. 3 kinderen die soms wel eruit zien alsof het er 9 zijn in jouw strips. Is het zo? Je hebt heel veel kinderen. Heel luide kinderen. Ze zijn wel heel aanwezig, dat is wel waar. En dat vind ik nou juist ook het leuke van jouw strips. Dat, je maakt autobiografische strips en over je gezin en over je moederschap en over je onzekerheden. Heel leuk en grappig in beeld gebracht. Eigenlijk over alles. Ja. Maar waar kunnen ze die vinden? Want dat is inderdaad allemaal waar wat Margreet zegt. Je maakt autobiografische strips. Je hebt er zelfs ook boekjes van gemaakt. Ik heb die boekjes gelezen. Margreet heeft ze ook gelezen. Maar jij publiceert ook op een internetplatform. Op Substack, ja. Op Substack. Kan je daar iets over vertellen? Ik deel mijn strips op Substack. En... Ik ben nu bezig met een heleboel strips te bundelen. Ik had er ongeveer 1700 gemaakt. Daar heb ik een selectie van gemaakt van ongeveer 250 en die ga ik crowdfunden. 1700, want je had op een gegeven moment zoiets van ik ga elke dag een strip tekenen. Ja. En dat heb je dus een paar jaar 1700 gedaan. Gedeeld door 365 is heel lang gedaan. 5 jaar, maar niet 5 jaar echt iedere dag. Maar 5 jaar lang heel regelmatig een comic journal gemaakt en die heb ik nu gebundeld onder de titel 5500 Miles of Comics. En die ga je straks crowdfunden en daar mag je nu reclame voor maken. Ja, ik ben dat aan het crowdfunden op zoek binnenkort. Hoe schrijf je dat? ZOOP.gg. Dat kan ik eronder editen wel, denk ik. Ja, dat moet je zeker even onder editen, want anders snappen we er geen lor van. En wat kunnen ze dan krijgen? Want het is meestal dat je dan een printje erbij krijgt. Wat krijgen ze bij jou dan? Zijn we nog een beetje aan het verzamelen. Sowieso natuurlijk een boek, digitaal of in print. Ik ben bezig met een travelogue van de vakantie waar ik net van terug ben. Dus die komt erbij. En ook de pdf's van de boeken die ik gemaakt heb. Maar natuurlijk ook gesigneerde boeken en met schetsen. En wat maakt jouw stijl zo... Zo Lisbeth, zo Beatles-achtig. Ik denk de dynamiek in de karakters. Ik vind het lastig om van mijn eigen werk te zeggen. Ja, de dynamiek. Nou, laat ik het anders formuleren. Van wat wil jij nou anders met jouw eigen autobiografische titels in Tina? Want je publiceert nu ook in Tina. Ja. Is dat anders? Ja, want Bas Kudderboom, die vindt het al vrij snel klodderig. Zegt hij dan heel klodderig. Dus ik ben altijd wel, hij zit altijd een beetje over mijn schouder mee te kijken voor mijn gevoel van netter. Want als je elke dag een comic maakt, dan is snelheid wel gewoon echt een super belangrijk aspect. Dus dat heeft mijn stijl wel heel erg gevormd. Gewoon, op een gegeven moment schetste ik ook niet meer, dat was gewoon direct met een pen. En dat er dan foutjes in zitten is dan voor mij ook een deel van de charme ervan. Ik hou er wel van. Maar voor Tina moet het allemaal wat strakker en wat netter. Want ik vind nog steeds dat je een hele losse stijl hebt, Tina. Ja, ik vind het juist leuk. Ja. 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 Nee, ja, moet het een beetje meer polijst. Want in Tina daar sta je dus nu weer, dat is actueel. Dus even nu naar het nu. Want hoe vaak sta je in de Tina en met welke strip en waar gaat het over? Ik heb niet nog een, een eens in de 5 weken ding of zo. Nu weer eentje af hebben over 2 weken.
2. Ja. Waar gaat het over? Kan je ons al een scoop geven? Over Ryan Lieve. Het gaat altijd over Ryan Lieve. 2 meiden. Lieve heeft een beetje anger issues. Dat is natuurlijk altijd hilarisch. Een meisje met, dat zich recht ontploft en dan heet ze Lieve. Ja. En Rai, haar beste vriendin, die heeft altijd wel weer een oplossing. Dus ik weet nog niet waar de volgende over gaat. Oh, je weet het nog niet. Nee, je hebt geen potje idee. Nee. Ik kan me nog eentje herinneren met die laptop. Dat was even hele leuke. Dat was de eerste. Toen had ze een laptop tegen de grond geslingerd. Ja. En dan mocht haar moeder natuurlijk niet weten. Dus toen moest ze heel veel geld zien te regelen. Wat niet makkelijk is als je 12 bent, weet ik. Nee, precies. Mijn kinderen willen ook altijd wel geld verdienen, maar... Want zijn dat inderdaad dan ook ervaringen van jouw kinderen die je verwerkt in de strip? Ja, het helpt natuurlijk wel dat ik een beetje weet wat ze wel of niet zouden doen op die leeftijd. Klankbord je dat ook? Jawel. Ja, ik laat het altijd. Nou, ik kwam terug van vakantie en toen lag er een Tina op de mat. En mijn 2 oudsten die pakten hem gelijk, gingen hem lezen en die zeiden heel verbaasd: hé, hey mam, deze is hartstikke grappig. Zo, ik ben altijd hartstikke Maar dat je dus niet geklankt wordt. Deze was die had ik dus niet laten zien, blijkbaar. Nee, maar ja, vaak laat ik het nooit lessen. En ik moet zeggen, ze hebben vaak ook wel goede ideeën. Maar zeggen, hebben ze ook wel eens dat ze zeggen van, ja, dat willen we dus niet, of dat vinden we stom? Hebben ze iets afgekeurd? Nee. Nee, dan zullen ze eerder met een idee komen van waarom doe je iets zo. Leuk. Hoe heette die? Ook Lieve en... Emma, Victor en Koen. Emma, Victor en Koen. Nou, dat hebben die ook maar even benoemd. Name drop. Ja. En gaan die ook het stripmakersvak in? Nee. Nee? Nee, ik denk niet. Net als hun vader, worden ze... Game designers. Ja. Wel iets creatiefs. Wat een leeftijd, is dat wat de leeftijd hebben zijn? 16. 13 en 8. Ja. Nog eventjes ertussenin, want we hebben het nou benoemd. Je daily comics die gaan worden gecrowdfund. Ja. Je hebt een strip in Tina. Maar je hebt ook een heel grote graphic novel gemaakt over je tijd in L.A. Is je nog maar bezig? Ja, ik ben nog mee bezig. Maar ik heb hem al helemaal gelezen. Voor mijn gevoel is hij al af. Ja. En die ga jij uitgeven, Seb. Ja, alleen we zitten nu in het schaafpoetsierproces, hè? Want je hebt het even laten liggen. Ik heb hem even op de plank gelegd, ja. Eigenlijk, zonder dat ik dat zelf zag aankomen, kwam opeens de behoefte om mijn daily comics te bundelen. Ik had er even een pauze in genomen en toen opeens dacht ik, ja, maar ik heb dit wel gemaakt en ik wil dat wel vieren en ik ga dat boek gewoon crowdfunden. En dat vraagt nu even al mijn aandacht. Ja. En dat is ook wel goed, want zo'n memoir, dat is wel een heel een behoorlijk proces waar je denk ik af en toe even afstand van moet nemen om te kijken of je wel... Hoe lang ben je er nou mee bezig? Word je met een behoorlijk tijd mee bezig? Ik 4 jaar geleden zit ik er aan begonnen. Ja, dat is, ja. En dat is dat niet gewoon een bundeling van al die ervaringen die al in jouw eerdere online platform hebt gedeeld? Of waar zit het verschil in? Wat je al hebt gepubliceerd? De comic journals, daar heb ik niet een vooruitgelegd plan of een boodschap. Ik teken gewoon over wat er gebeurt die dag. En de graphic novel, dat gaat over hoe de tijd in Los Angeles mij veranderd heeft. Maar dat gaat veel dieper. Dat gaat veel dieper, ja. Dat maakt het ook veel moeilijker om te maken. En hoe heeft die tijd jou veranderd? Als ik terugkijk heb ik een beetje het gevoel alsof ik voor die tijd in een doosje zat met 2 kijkgaten en dacht dat de wereld dus zo is. Ook leuk, Tuffer. en dat ik nu veel meer een 360 graden blik heb op de wereld en op mijn eigen kleine worldview dat ik had. Het is breder geworden. Ja. Vind je Gouda dan nu ook kleiner als je nu weer terug bent? Hier? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ja, dat zou ik niet kunnen zeggen. Nee, maar ik kan me voorstellen, hè, omdat je dus nu inderdaad, je bent in het Big LA geweest. Alles is groot. Ja, gemberthee voor mij. Cola is groter. Korte pauze, mensen. Ik
Zet hem maar, hij loopt nu. Dan pak ik hem gewoon daar. Oh, dan moet ik wel even draaien. Ja, dat zijn mensen die me liever zien slagen. Ja, wie bent u? Wie bent u? Weet u niet wie ik ben? Nee, je moet je wel eventjes introduceren. Nou, het staat hieronder wie ik ben. Oh ja, Magreet. Weet toch iedereen wel? Oh ja, dat zijn de zakje, ja. Het is Magreet de Heer. En we hebben even geswapt. Want Magreet die komt beter in beeld. Toen de koffie kwam. En dan gaan we natuurlijk lekker losjes leuk zitten praten. We hadden het over een beetje de Substack. Je kan namelijk een beetje steunen met geld. En dan krijg je exclusieve content. En dan mag je meedoen met Sketch and Draws. Omdat ik ben dus... Weet dat ook een Patreon dan? Ja, ik heb al twee keer heel erg leuk meegeschetst met Sophia. En met een Zoom link of een Meet, Google Meet link. En dan geeft ze tips en diepe gedachten over het proces. Wat was de vorige diepe gedachte ook alweer? Ik had Linda Barry erbij gehaald. Linda Barry is dus iemand die heel erg veel autobiografische strips heeft gemaakt en daar ook les in geeft. En ik vind het leuk aan haar dat ze ook gewoon heel lelijk durft te tekenen. En dat is heel bevrijdend om dat af en toe even weer jezelf aan te herinneren, toch? Ja. Lelijk tekenen? Ja. Ja, het gaat er ook helemaal niet om mooie dingen maken. Het gaat er gewoon om dat het verhaal werkt. En dat je soort eigenlijk ook het kind in jezelf los durft te laten in je tekenen. Ja. Maar even om verwarring te voorkomen, je doet twee dingen nu eigenlijk. Hè? We hebben het over die Patreon gehad, waar jij dan ook kan inloggen. Maar daarnaast heb je die andere crowdfunding, dat is niet hetzelfde. Nee. Dus dat moeten we even gescheiden houden. Eigenlijk wat is het jaar geleden al, mijn hele theorie over crowdfunding. Je moet niet alleen een crowdfunding campagne hebben, het is een drie ding. Je moet een site hebben waar je regelmatig content geeft, gratis, zodat je mensen naar je werk toe lokt. Dan kan je vandaar af en toe een crowdfunding doen voor een boek wat uitkomt. En dan heb je nog de social media die je speelt. Om te zeggen van kijk, ik heb weer nieuwe content om het lezen. Dus die drie social media, een site met content en crowdfunding dingen. En dat doe jij eigenlijk heel goed. Ja, de e-mail nieuwsbrief is denk ik... Dat begreep ik ook van de mensen van Zoek, waar ik mijn boek ga crowdfunden. Dat e-mail is wel echt de belangrijkste... Nieuwsletter heb jij dan. Ja. En dat Substack is eigenlijk alles in één. Hè? Dus je kunt gratis e-mail sturen naar je volgers. Je kan mensen de mogelijkheid geven om te betalen en dan meer dingen te delen. Maar de nieuwsbrief, de e-mails die je stuurt, die leven ook gewoon net als een blog online. Waar ze ook voor iedereen te zien zijn. Dat heb je natuurlijk niet als je gewoon met Mailchimp mailtjes. Het is een heel interessante ontwikkeling. En mag ik zo onderscheiden zijn om te vragen wat je daar dan nu aan verdient? Ja, dat is mijn vraag altijd. Ja, maar jij bent niet in beeld. Dus nee. Nou, ik zei net dat ik tussen de 20 en 25 betaalde de volgers heb. Sommigen betalen 5 euro per maand, andere 50 voor een heel jaar. Dus als je 20 keer 50 rekent, dat is 1000 euro per jaar. Dan moet je er wel wat naast doen. Ik kan niet van leven. Nee. Je hebt een rijke man of een rijke vrouw, wat is het? Nou ja, het is ook niet het enige wat ik doe. Ik maak natuurlijk ook de strips voor de Tina en andere klussen die ik doe. En ik ben getrouwd met iemand die ook een baan heeft. Dat scheelt wel. Ja. En dat is een begin, hè? Ik bedoel, je bent er nog maar net nog een jaar mee met zo'n strip. Jawel, 2 jaar. Ja. Maar dat je het promoot? Ja, daar ben ik niet zo goed in. Nee, op een gegeven moment ging je promoten en toen zag ik het pas. Oké. En de wenskaarten, gaat dat nog door? Huh? De wenskaarten. De wenskaarten. Oh, dat is gefinished. Waarom? Ik deed dat met Greets en dat was een hele leuke deal. Want ik kon gewoon maken wat ik wilde en zij zetten het online. En dan verkochten zij het goed ook. Dus een hele... Heel goed verkooppunt. En dan kon ik van daaruit diezelfde kaarten ook op andere plekken onderbrengen. Brengen. Maar toen Greets, die ging veel meer in huis ontwerpen. En toen stopte dat. En dan wordt het dus een verhaal van je moet zelf heel veel kaarten ontwerpen. En dat gaan pitchen aan uitgevers en hopen dat iemand het koopt. En dat vind ik niet een leuke manier om te werken. Was dat een grote inkomstenderving voor jou toen? Ja, dat was destijds 80% van mijn inkomen, denk ik.
paniek. Je deed wel een beetje pijn. Ja. Ja. En je hebt ook een kinderboek gemaakt, toch? Ik heb al meerdere kinderboeken geïnstalleerd. Oh, ja. Vertel. Even denken hoor. Ik doe nog wel eens wat voor Klavis. Oh, de Belgische kinderboek uitgeven. Ja. Maar het heeft niet mijn focus. Het is niet dat ik uitgevers benader of zelf kinderboeken schrijf. Ik zou het wel leuk vinden om met de rij en Lieve voor Tina nog wat meer te doen. En echt een langer verhaal te verzinnen en kijken of dat een boek zou kunnen. Ja. Maar waarom een Belgische uitgever? Dat vind ik nog wel even interessant als uitgever zijnde. Want Klavis is Belgisch. Ja. Jij bent niet Belg. Ja, dat was eigenlijk gewoon omdat zij mij benaderde en ik dacht, oké. Ja, jij bent benaderd. Ja, ik zal ze wel eens 100 jaar geleden een portfolio hebben gestuurd. Ja. Nou, want dat is altijd wel een interessante vraag, denk ik. Van, hoe breng je jezelf onder de aandacht bij uitgevers of bij een platform? Wat raad jij aan beginnende stripmakers? Ja, er is een verschil tussen strip en kinderboeken, denk ik. Mm-hmm. Volgens mij is het voor kinderboeken gewoon zoveel mogelijk uitgevers, zoveel mogelijk werk opsturen. En strip, ik zit ook nog niet zo lang in de stripwereldje eigenlijk. Hè? En wat zijn de grote verschillen dan tussen de stripwereld en de kinderboekenwereld? Goeie vraag, zeg. Ja, zie je, goeie vraag. Ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat strip mij gewoon veel beter past. Dus het is ook heel erg afhankelijk van wie je bent en wat je leuk vindt om te doen en waar je goed in bent. Hoe je daar je weg in vindt, denk ik. En ik had het geluk dat ik Margreet ontmoette en zij heeft mij geholpen om bij Tina... Op de dag van de stripmaker. Ja. Ja. Ik denk wel, wat misschien wel een verschil is dat het stripwereldje best klein is in Nederland. En dat is best wel, hoe zeg je dat? Ik heb het gevoel dat stripmakers elkaar echt wel een succes gunnen. Terwijl, en ik zit gewoon niet zo heel erg in het kinderboekenwereldje hoor. Ik weet niet of daar meer afgunst is of het gevoel van, we zijn concurrenten van elkaar. Maar dat heb ik in het stripwereldje niet zo ervaren. Dat je heel makkelijk een stripmaker een mailtje kan sturen en dat hij dan gewoon terugkomt. Ja. Vind ik wel, Maar je hebt geen contacten overgehouden in de kinderboekenwereld of zo. Bedoel je dat? Nee, maar ik heb dat toen ook niet zo heel bewust opgezocht. Ik bedoel, je hebt de dag van de stripmaker. Ik weet niet of er zoiets is voor kinderboekenmakers eigenlijk. Er zijn ook echt heel erg veel kinderboeken. Toch een heel ander metier, hoor. Ja. Ja. Nou, en dan het laatste dan. Waarom moeten we jouw strips dan lezen? Ja, dan wordt het toch een lang verhaal. Ik vind autobiografische strips echt fantastisch, omdat het zo'n persoonlijk medium is. Het is iemand die zowel de woorden als de tekeningen heeft. Maar de tekeningen zijn uit zichzelf. Het is gewoon de beweging van de handen van de maker. Ik heb het gevoel dat je niet een diepere... dat er geen kunstvorm is die zo intiem is als autobiografische strips. En daarom zou ik iedere autobiografische strip interessant vinden. Ja. Lang leven de autobiografische strips. Yes. Ik vind het ook nog wel even een interessant punt om aan te kaarten. Ja, maar ik krijg regelmatig strips van jou die gaan over van ja, wat kan ik zelf doen om de planeet beter te maken. En je doet strip interviews met mensen die daar... Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, nou ik ben in 2020 ben ik door het Rode Kruis gevraagd om strips te maken live tijdens conferenties, ook COP26, de grote klimaatconferentie in Glasgow. En toen ben ik me echt helemaal rot geschrokken van de ernst van de klimaatcrisis. En ik voelde me toen heel erg wanhopig. En klein, ik wist gewoon niet zo goed wat ik eraan kon doen. Ik wilde wel iets doen, maar ik had niet het gevoel dat ik als stripmaker iets kon betekenen. En toen heb ik een boek van Catherine Hayhoe gelezen. En zij is een heel duidelijk, klimaatwetenschapper. En zij zegt, doe wat je kan en praat erover. En eigenlijk is die tweede nog belangrijker dan of je nou wel of niet zonnepanelen op je dak hebt. Het gaat er vooral om dat we er allemaal zoveel mogelijk over praten. En toen dacht ik, maar als dat zo is, dan heb ik als stripmaker... wel degelijk wat te bieden, want ik kan strips maken hierover. En dat heeft me op het idee gebracht om mensen te interviewen die dus
nou ja, belangrijke dingen doen voor het klimaat en om dat te verstrippen. En ik heb Catherine Hayhoe geïnterviewd van de week. Degene die mij heeft aangezet tot dit werk. Dus dat is wel heel erg tof. Je doet het ook op jouw stripjes over wat, doe je, wat kan je doen voor het klimaat. Doe je ook op een hele leuke toon, vind ik. Ja, je doet je best, maar niet altijd even goed. Maar het gaat om ja, het openen van het onderwerp. Ja, ja. En daarmee bezig zijn. Nou lachen jongens, ik heb gewoon spierpijn nu van het vasthouden van die telefoon. Dus ik, Even eventjes, wil jij de ik even laten zien hoe je spierpijn je hebt. Oh. Nou, ja. Petje, super bedankt dat je naar je native Gouda gekomen bent voor niet de podcast, maar deze exclusieve, hoe noemen we het? Potvlog. Potvlog. Dat is wel slecht. Ja. Moet ik er nog wat aan toevoegen? Nee. Ik ben wensen Robin Vink wensen we heel veel wetenschap. En glas. Zijn scherven nou geluk? Ja, scherven brengen geluk. Vast wel. Nou, dat is een mooi einde dit. We gaan de boel verbouwen. Dat is het. Ja. Dank jullie wel. Ja. Dag Gouda. Zebries. Leuk.